Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag een Roco BR23. Deze BR23, er rijden er een aantal van in Nederland. Bij de Stoomstichting Nederland en bij de Veluwse Stoommaatschappij, de VSM. Daar rijdt niet nummer 105, die is nog in Duitsland. En ik heb hier een exemplaar. Er is iets mis mee. Getuige alleen al de loszittende draad hier. En ik wil deze weer op de baan zien te krijgen. Er zitten een aantal koppelingen bij. Er zitten hier nog een aantal. Een plaatje bij. Waarvan ik ook nog niet weet wat het moet gaan doen. En ik weet niet of die digitaal is of analoog. En ik weet niet of dat die iets doet of dat die losse draad eigenlijk alleen maar van de verlichting is. Zo. Nu weet ik van andere Roco's dat hier vaak een mooi kapje zit waar je een decoder in kunt doen. En ik heb hier een heleboel losse draden. Ik heb hier nog een losse draad. En ik denk, als er een decoder in zit, zou die in de motorwagen moeten zitten. Maar ik vermoed van niet. Het zijn alleen maar een boel losse draden. Ik heb wat draden aan elkaar doorverbonden en dan krijg ik wel een gezoem van de motor. Dus de stroompick-up lijkt wel te werken, maar het is niet dat ze ergens heen gaan. Dus de bedoeling is dat hier bovenop iets gaat komen. De ruimte hieronder, even kijken. Volgens mij moest hier zo op. Hier. Dus de ruimte hieronder. Hier heeft ook al iemand een gat in gemaakt voor waarschijnlijk deze bruine kabel. De ruimte hieronder is groot genoeg om een bracket te gebruiken. En een decoder aan te sluiten. Op een of andere manier. Dat stelt mij in staat om al deze losse draden te vervangen met eigenlijk de draden die aan het bracket vastzitten. En gewoon door de hele locomotief heen te trekken, zodat ik niet meer hier losse stukjes heb zitten. Dus ik ga deze jongen eens demonteren. En ik vermoed dat als ik deze twee los draai, dat de onderkant eraf komt, dat ik dan de motorwagen los heb. En dan kan ik de voorkant even wegleggen en vanuit de motorwagen verder gaan kijken hoe ik hem openmaak. Deze schroef is meestal voor alleen maar de lensschacht. Dus het zal even zoeken zijn, maar het gaat wel lukken. Kom hier, jongen. Zo. Mogelijk hoef ik deze niet eens los te draaien, zie ik. Dan is deze alleen maar voor de voorste wielen. Dan kom ik er mee weg als ik deze los draai. Kijk. Zo. Hier bovenop zitten dus twee pinnen. Die maken contact met dit en die zorgen voor de stroompick-up voor deze hele trein voor de wielen. En deze draad die erop gelijmd zit, zou wel eens naar de verlichting kunnen gaan. Dan zal ik dadelijk eens even gaan kijken naar hoe dat die loopt. Maar ik zet deze nu even aan de kant. Want hier zitten veel minder dingen aan die je af kunnen breken. Hoewel ik hier wel een paar dingen zie die los zitten. Die moet straks opnieuw vast.
in ieder geval de verlichting erop zitten. En ook hier zie ik wat draden lopen naar de wielen. Ja, die is zo kort, dat is alleen maar voor de koppeling. Oh, kijk, hier voor zit er eentje. En daarmee komt alles los. Stevige motor. Bedrading voor de verlichting met een diode ervoor. Zo. Hier loopt ook een draad weer in de motor in. Ja, nou ik ga daar eens voorzichtig de motor eruit halen en namelijk alle bedrading nalopen. Ja. Ja. Ik ga de stroompick-up bij elkaar brengen. Alle bedrading nalopen. Motor aansluiten. Verlichting aansluiten. Eventjes gewoon dat voorzien van nieuwe bekabeling. En deze. Deze draad. Ik zal er een stroom op zetten, kijken wat er gebeurt. Vermoed. Oh nee, deze gaat naar de. Dit is ook een stroompick-up draad. Wat gek. Dan ga ik eens even doormeten. Nou, ik heb het motortoestel helemaal gedemonteerd. De motor met de pinnen om hem aan te sturen heb ik hier. Ik vind dat deze pin al niet goed zit. Ik vind die aan de andere kant moet, zodat hier wat meer speling zit. Maar ik merk ook dat de bekabeling voor de stroompickups van de wielen van, de tender niet goed zaten. En daarvoor zitten hier aan de zijkant pinnen. Die moet je eruit mappen, zo ongeveer. Ik heb met een schroevendraaier een klein beetje zullen doorheen geslagen, zodat ik ze daarna met een tang eruit kon halen. De eerste pin en met de tweede pin kon ik natuurlijk gewoon die pin zelf recyclen om die andere eruit te tikken. En dan komen deze wielen eruit. Nou, hier zit een veer op. Die hoort hier op dat puntje. Zit hier achterin. Niet kwijtraken. Alles is ontzettend vies, lijkt wat zand in te zitten, dus ik ga deze goed schoonmaken, opnieuw smeren. En hier zit dus een stroompick-up op, maar aan deze kant zit hier niet meer op. Deze is het hetzelfde, één stroompick-up wel, hier zit nog wel de soldeer, maar zit ook niks meer op. En een van de twee zat hij ook nog, heeft iemand hem gerepareerd door hem op het lipje bij de wielen te monteren. Dus ik ga dat voorzien van verse bekabeling, opnieuw vastzetten en helemaal ontvetten en opnieuw smeren. In de hoop dat dat knarsende geluid of knarsende gevoel wat ik krijg als ik er overheen, als ik de wielen draai, dat ik dat eruit krijg. Hij zit weer in elkaar. Ik heb hier overal alle draden nog los zitten en hem direct even op een transformator aangesloten. En hij maakt inderdaad veel herrie. Ik heb hem gesmeerd, maar dat moet nog eventjes goed door de hele tender heen verspreid worden. En ik hoop dat dat een beetje gaat helpen, maar ik vrees ervoor dat het een herriemaker gaat blijven. Maar nu dat ik hier alle draden heb, deze is voor de achterverlichting, deze twee. En dit zijn de stroompickups. De terminals hier zijn voor de motor. Aansturing. En ik wilde eigenlijk al deze draden er doorheen trekken, maar
Het bleek toch makkelijker om even de draden vanaf onderaf er doorheen te halen en daarna hier op aan te gaan sluiten. Dus dit worden ook allemaal vrij korte draadjes, denk ik. Maar eerst ga ik hem een tijdje laten lopen, zodat het smeer een beetje er doorheen loopt. En hopelijk gaat het wat doen aan het geluid. En anders is een van de dingen die zouden kunnen helpen het vervangen van de hele motor hier. Ik heb geen andere motor op voorraad, dus dat zal dan even een ding blijven. Zo, ik moet op een aantal plekken nog wat kleine onderdelen terug erop zetten. Zoals deze. En ik heb hier nog twee dingetjes liggen voor je op de achterkant. Maar ik heb de decoder hier onderin zitten. Zo. Met een connector. Er lopen nu 4 draden naar voren. 2 voor de stroompickup, zodat op eigenlijk alle wielen stroompickup zit. 1 voor de verlichting en eentje. Ik denk dat ik die aan heb gesloten op de rookgenerator als die erin zou zitten. Daar ben ik benieuwd naar, dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog gaan testen. Hij rijdt, langzaam maakt hij wat minder prettig geluid. Maar op snelheid klinkt het eigenlijk wel goed. Geen problemen dus met... met de stroompickup, dankzij alle wielen die meedoen. En het is uiteindelijk een mooie locomotief geworden. Ik ga er nog een koppeling op zetten. Ik gok deze. En dan kan ik er eens een rondje mee gaan rijden dadelijk. Met wat rijtuigen. Dus even kijken waar ik mee... welke rijtuigen ik tevoorschijn ga halen. Ik zit te denken aan klassieke Lima Rheingold. Ik weet niet of deze trein ermee gereden heeft, maar dat lijkt me wel leuk om daar een rondje mee te doen. Dus tot zover. Bedankt voor het kijken. Like en subscribe. Deel en tot de volgende keer.